Radboud Spoed volgt de artsen, verpleegkundigen en patiënten en maakt de hectiek van de spoedeisende hulp van dichtbij mee. Vandaag in Radboud Spoed. Ja, er zou een werknemer onder een stuk ijs van ongeveer een ton terecht zijn gekomen. Goed zo. Een ambulanceteam brengt mevrouw Geurts naar een van de traumakamers op de spoedeisende hulp. De ambulanceverpleegkundige draagt de patiënt over aan spoedeisende hulparts Annemieke Ansums en haar supervisor Abel Wij. Mevrouw Geurts woont in een bovenwoning. Zij is iets in de kelder gaan halen en is om onverklaarbare reden is ze van die trap afgevallen in de kelder. Ze is zelfstandig nog naar boven gekomen en heeft ze om hulp gevraagd. En toen we het aankwamen was ze gewoon aanspreekbaar. Ze kan niet aangeven wat er is gebeurd. Ze weet niet of ze onwel is geworden of dat ze gestruikeld is. Bekken geeft ze geen klachten aan. Er zit een lichte schaafwond aan de linkerkant van de bekken. Ze heeft pijn aan de linkerkaak. Ik kan niet echt duidelijk voelen of dat kapot is. De melding die we binnenkregen was van een 84-jarige vrouw die van een keldertrap was afgevallen. Die zelf nog wel naar boven weer was geklommen en mensen heeft kunnen waarschuwen. Toen de ambulance daar was, was mevrouw wel helemaal stabiel. Alleen wist ik helemaal niet meer wat er gebeurd was en had ze flink wat wonden op het hoofd. Dus toen heeft de ambulance haar meegenomen hier naar de eerste hulp. Ja, ben je vast? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo mevrouw. Hallo, ik ben Annemieke Ansums, ben je van de dokter? We gaan nu van de plank afhalen. We gaan heel goed helpen. U mag gewoon blijven liggen. Goed. Kunt u de mond eens open doen? Lukt dat? Oké, goed zo. Ik zie alleen een klein beetje bloed in de mond. Mevrouw Geurts is hard van de trap gevallen en kan zich eigenlijk niet meer herinneren wat er precies gebeurd is. Ja, verder was ze wel goed aanspreekbaar. Maar ja, dan ga je volgens de ABCD ga je haar helemaal onderzoeken. Bij de ABCD-procedure onderzoekt de spoedeisende hulparts hoe het staat met de ademhaling, ademweg, bloedcirculatie en het bewustzijn van mevrouw Geurts. Dus okay. Adem maar door. Weet ik niet wat ze doen was. Als de ademhaling en de ademweg in orde blijkt te zijn, gaat Annemieke Ansums verder met een lichamelijk en neurologisch onderzoek. Doet het pijn als ik in de buik druk? Nee, hier. Bekken stabiel, geen drukpijn? Nee. Voelt u dat ik u aanraak? Ja. Ja? Allebei de kant hetzelfde? Ja. Oké. Okay. In de onderarm ook? Ja. Ja? We moeten een thoraxfoto hebben. En dan gaan we naar CT Cervum en aangezicht en CWK. Het mobiel medisch team in Volkel is opgeroepen om naar een industrieterrein in Doetinchem te gaan. Daar is een ernstig ongeval gebeurd. Als de controles zijn gedaan, vertrekt het team. Okay. Dan krijgen we take-off briefing. Links is vrij. Roger. Lifting. Take-off briefing. We gaan linksaf door het gat naar buiten toe. Proclaim airfield cut out take-off. En dan gaan we rechtsaf naar noorden. Oké, okay, take-off check. Heinar. Op. Enron 2. Oké, okay, prima. Power is good. Taking off. Complete take-off check. Vrij. En we gaan weg, koersje 048. 048. Lijflijnen 3, goedemiddag, Kalaterdorp. Lijflijnen 3, onderweg. Onze vliegtijd is geschat 14 minuten. En ik ben nieuwsgierig naar wat meer informatie over het incident. Oké, okay, je bent onderweg naar het vliegtuig gegaan. De eerste ambulance is net geplaatst. Ik wacht op de schietkracht, we staan in koppeling. Oké, okay, we staan gekoppeld en we zijn inderdaad onderweg naar Doetinchem. Excuse. Het radioverkeer loopt via de meldkamer. Omdat de Lifeliner 3 en de ambulance ter plaatse met elkaar gekoppeld zijn, kunnen ze langs deze weg contact met elkaar houden over de situatie. Meldkamer, ontvangt u mij? Ja,
151 rechtsbericht. Patiënt AB stabiel, C wordt niet gecontroleerd. We hebben in principe geen tweede ambu nodig. Voor een lifeline zijn we nog bezig. Volgende, ja? Lifeline 3B gekregen, AB, stabiele patiënt, tweede ambu niet nodig en wij vliegen door. MMT-arts Lodewijk Poelhekken ontvangt meer informatie van de meldkamer. Ja, er zou een werknemer onder een stuk ijs van ongeveer een ton terecht zijn gekomen. De draad was er al af toen de ambulance plaatsvond. Oké, persoon onder een metalen plaat van een ton en de plaat zou al wel verwijderd zijn op het moment dat de ambulance er was. Nee, dat is duidelijk. Het MMT nadert de bestemming. Om de exacte locatie te vinden, kijken ze of ze de ambulance ter plaatse zien staan. Oké, ik ga zo meteen een bocht over rechts draaien. Kijk, er zit hier in ieder geval een doorgang door de bomen naar rechts toe. Nee, bij het water. Bij het water, ja. Oké. Oké, misschien dat er ook een landingsplaats bij het water is. Moet ik even kijken. Maar anders kunnen we daar in het weiland staan. Dat is wat ik zal doen. Ik nader even over het water heen en kijken of we daar nog een plek hebben om te landen. Ja. Hoogspanning 12 uur. Ja, voor ons. Exact. Daar ga ik overheen. Oké, kraan over het water. Kraan over het water. Unit van 016. Mevrouw, weet u nog wat er gebeurd is? Nee, ik kan het even schrijven. Ik kan het niet zeggen. Nee. De 84-jarige mevrouw Geurts is thuis van de trap gevallen. Ze kan zich niks meer herinneren van wat er gebeurd is. Annemieke Ansums en Abel Wij onderzoeken haar in traumakamer 1. Omdat de oorzaak van de val nog niet bekend is, wordt er een hartfilmpje gemaakt. Hier is niks afwijkends te zien. Doet het pijn in de buik, hier? Ja, hier. Ik zal een echo bij aanvragen als je... Ja. Ja? Nou, als echo niks bijzonders, dan hoeft geen CT-buik. Omdat mevrouw Geurts pijn in haar buik aangeeft, wordt daar voor de zekerheid een echo van gemaakt. Annemieke Ansums vertelt hoe het onderzoek verloopt. De mevrouw is net dus gevallen van de keldertrap af, wat we hebben gehoord, met een plas bloed daaronder. Verder weet ze zelf niet meer wat er gebeurd is. Dus ze willen zo uitsluiten dat er niet iets in haar hoofd gaande is. En ja, vandaar dat we ook de neuroloog erbij gevraagd hebben. En we gaan een CT-scan maken van haar hersenen en van haar aangezicht. Want ze heeft fors wat bloedingen in het aangezicht. Mogelijk ook een fractuur, een breuk. En we willen ook uitsluiten dat ze niks in haar nek heeft. Mevrouw Geurts wordt naar de CT-scan gebracht. Ik wil nog rustig te blijven liggen. Vijf minuutjes zijn we erbij. Als het is, dan kunt u het zeggen. Kan u horen. Als de scan is gemaakt, moet deze beoordeeld worden door een radioloog. In de tussentijd wordt mevrouw Geurts weer terug naar de traumakamer gebracht, waar Annemieke Ansum zich ontfermt over haar patiënt. In afwachting op die onderzoeken hebben we haar verder natuurlijk helemaal onderzocht en de wond ook in het gelaat en op de lippen gehecht. Mevrouw, we gaan het even uitspoelen. Kan een beetje prikken, maar we moeten het even schoonmaken. Gaat het? Ja, hè? Er zit ook een wond boven uw oog. Daarom doet het zo'n pijn. Vermoedelijk kunnen we op de kade landen en maken nadering op het water. Dan staan we alleen aan deze zijde van de silo. Ja. Het mobiel medisch team uit Volkel is op zoek naar een geschikte landingsplaats op een industrieterrein. Een man die aan het werk was op het terrein is onder een plaat van meer dan 1000 kilo terechtgekomen. Een ambulance ter plaatse heeft het MMT om assistentie gevraagd. Ik heb geen zicht op de landingsplaats. Ja, ik wel. Alles vrij. De vlucht daar naartoe was zonder problemen. Bij aankomst bleek het een industrieterrein aan het water. Dus we hebben gekeken of we een landingsplaats konden vinden, eigenlijk op de kade. Maar dat was allemaal te nauw, want we hebben een ruime landingsplaats nodig eigenlijk. En daarvoor vonden we een geschikt veld vlakbij het bedrijf. Daar hebben we geland. Direct na de landing spoedt MMT-arts Lodewijk Poelhekken zich naar het slachtoffer. We hebben natuurlijk de helikopter om snel vervoerd te worden. Het zou zonde zijn als we veel tijd verliezen, omdat we niet direct naast de patiënt kunnen landen. Meneer die was onder een zware last terechtgekomen, van zo'n 1000 kilo geschat. Dat bleek een voorwerp te zijn wat met een voorkeftruck vervoerd werd en op hem terechtgekomen. Met onder het gewicht gekomen? Ja. Oké. Okay. Ja, op de bok, lag op mijn zij. U lag op uw zij? Ja. En dan viel op uw bekken? Ja. Is er verder ergens pijn? Nee, je bent niet bewusteloos geweest. Oké. Moet je eens diep ademhalen voor mij?
Goed zo. En nog eens? Oké, okay. Allemaal vragen die ze u al gesteld hadden, hè? Goed zo. Bij onderzoek had hij inderdaad, was hij goed aanspreekbaar, niet bewusteloos geweest. Kon ook zelf vertellen dat hij eigenlijk alleen met zijn bekken bekneld had gezeten. Dat hij daar ook pijn aan had. Zijn longen waren goed, zijn buik was soepel en had geen pijn in zijn buik. Ten teken dat daar waarschijnlijk geen letsel was. Heb je een tourniquet, gewoon een bloeddruk of een stuwband? Ja. We kunnen even de benen naar binnen draaien. Okay. Heb je iets volumevermindering al? Wij gaan. Ja, wat mij betreft wel. Okay. Hij had een zeer krappe bloeddruk, dus een lage bloeddruk. Als teken dat hij bloed verloren heeft. Uitwendig was daar geen bloedverlies te zien. Dus dan heb je al het vermoeden dat dat inwendig is. Het bekken was wat we noemen instabiel. Dus dat was bewegelijk en pijnlijk. Ten teken dat hij gebroken was. We gaan een band om uw bekken doen. Om die een beetje dicht te drukken. Bij de RAV Gelderland-Zuid worden naast de reguliere ambulances ook motorambulances ingezet. Luc Dullens is een van de motorambulanceverpleegkundigen op de ambulancepost in Nijmegen. We worden gebruikt voor de dingen die eventueel snel ter plaatse op te lossen zijn. Of ter assistentie van de collega's. Of als iedereen heel ver uit de buurt is, dat wij alvast ter plaatse gaan en eventueel dingen opstarten. Als je een melding binnenkrijgt, dan gaat je porto en je pieper gaat af. Je kijkt naar de locatie en met welke urgentie je ergens naartoe mag gaan rijden. En dan zoek je contact met de meldkamer om eventueel nadere informatie te krijgen over de situatie, wat er aan de hand is of er bijzonderheden zijn. En dan ga je op pad. Luc krijgt direct een spoedoproep. Ja, op de snelweg was het zo dat er een onduidelijke melding was. Dat er iemand in de berm zou zitten, ziek liggen. Er waren verder geen dingen bekend. En heeft de meldkamer ervoor gekozen om de motor als eerste te sturen. Om te kijken wat er, om een duidelijk plaatje te krijgen wat er aan de hand is. En indien nodig andere hulp verder in te schakelen. Meneer had eigenlijk primair klachten, zweten, duizelingen. Hij heeft ook even een scheut in zijn rug gehad. Okay. Forse hypertensie. Tussen de 190 en de 200 zit meer systolisch. Dus hier, zoals je ziet, hij blijft zweterig. Ja. Hij voelt zich gewoon beroerd nu. Zeg maar. Ja, er waren wat verdenkingen op een aantal om een hele serieuze aandoening. Laten we ervoor gekozen hebben om de collega's ook even met spoed te laten komen. En deze meneer naar het ziekenhuis te laten brengen. Nou, het voordeel van de motor is dat je iets wendbaarder bent. In principe rijden wij niet harder dan de ambulances. Ook wij hebben onze beperkingen. Maar voor ons hoeft natuurlijk een auto minder aan de kant te gaan dan dat je voor een ambulance aan de kant moet gaan. Waardoor wij gewoon iets wendbaarder zijn en mogelijk iets sneller ter plaatse. Mevrouw Geurts is van de trap gevallen. Ze heeft hierbij flinke verwondingen aan haar gezicht opgelopen. Er is zojuist een CT-scan gemaakt om te zien of mevrouw ook breuken in haar schedel heeft. Mevrouw, ik ga het even verdoven. Hier bij uw voorhoofd zit een wond, die ga ik verdoven. En bij uw lip zit ook een wond. Ga ik een klein beetje verdoven en dan een hechting plaatsen. En dan stopt het in ieder geval met bloeden en loopt ook niet meer zo in uw mond. Ja? Komt de prik? Wordt de pijn al iets minder? Ja. Oké, okay, goed zo. Voelt u dit? En dit? Als de wonden goed verdoofd zijn, plaatst Annemieke Ansums een gatdoek over de wond. Zo kan ze zo steriel mogelijk gaan hechten. We gaan eerst uw lip hechten, zodat het stopt met bloeden. Ga je erbij? Korte prikje. Gaat het, mevrouw? Ja. Voelt u dat, mevrouw? Nee. Okay. Nou, komt nog een prikje. Komt er nog een prikje? Yes. Zo. Als de wond op de lip van mevrouw Geurts dicht is, gaat Annemieke Ansums verder met het hechten van de snee op het voorhoofd van mevrouw. Voelt u dit, mevrouw, als pijn? Nee, hè? Er komt nog een laatste hechting in.
Dus A, B, stabiel. C, is die transponder, denk ik. En waarschijnlijk op basis van een bekkenfractuur. Hij zegt zelf dat hij op zijn zij lag en dat het de massa op zijn bekken terecht is gekomen. Meneer De Groot is onder een betonplaat terechtgekomen. Hij heeft erg veel pijn aan zijn bekken en een lage bloeddruk. Door de lage bloeddruk vermoedt de MMT-arts dat hij een inwendige bloeding in het bekken heeft. Om dit tegen te gaan, wordt er een stevige band om het bekken geplaatst. Ik haal hem nog even. Omhoog. Ja. Ja, je bent er. Ja, dit wel, denk ik. Ja. Het bekken moet je zien als een ring die aan elkaar vastzit. En als je die breekt, breekt hij vaak op twee plaatsen. Hij kan verscheuren, maar wat er soms ook gebeurt is dat hij als het ware openklapt. En we noemen dat een open boek. En het idee van de stevige band die wij aanleggen is dat je hem weer sluit, het boek, en daarmee dus het volume binnen in het bekken kleiner maakt. En dus de ruimte voor bloedverlies ook kleiner maakt. Goed zo. Ik kreeg geen aanwijzingen verder voor fractuur. Ik denk echt solitair bekken. Okay. Ik begin even met 2-6-7 fentanyl. Ja, die meneer reageerde vervolgens op het infuus, hè, op het vocht wat hij kreeg, het infuusbeleid en het sluiten van zijn bekken. Reageerde hij goed, dus zijn bloeddruk steeg weer. 86-50, dus een rustige pols. Bent u er nog? Ja, ja. Misselijk? Nee. Beetje flauw in het hoofd? Nee. Kom, we gaan u snel naar het ziekenhuis brengen. Daarop hebben we hem eigenlijk snel op de brancard geholpen, wat wij noemen een schepbrancard. 1, 2, 3. Ja, pas maar mee. En daarmee vervoerd naar het ziekenhuis. Het was eigenlijk om de hoek bij het ziekenhuis, het industrieterrein, zo 3 minuten met de ambulance. En hebben we dus op dat moment gekozen om niet heel veel meer op straat aan verrichtingen te doen. Op dat moment kun je ook niet heel veel meer voor patiënt betekenen, behalve hem zo snel mogelijk in goede conditie, gezondheid, maar in ieder geval zonder extra letsels, in het ziekenhuis te brengen, waar die echt goed geholpen kan worden. Kunnen jullie allebei de armen eens zo recht voor u uitsteken? Ja. En doe ze maar eens met de handen zo naar boven. Mevrouw Geurts wordt onderzocht door een neuroloog. Tijdens dit onderzoek wordt bekeken of mevrouw geen hersenbeschadiging heeft opgelopen. De nicht van mevrouw Geurts was die middag als eerste ter plaatse. En is inmiddels ook in het ziekenhuis. Goed zo. Kunnen jullie dit eens doen? Terwijl het neurologisch onderzoek wordt afgerond, komt de uitslag van de CT-scan binnen. Annemieke Ansums laat zien wat er aan de hand is met mevrouw. Nou, deze mevrouw die was van de keltrap afgevallen. Ze is toen wel zelf naar boven geklommen en heeft iemand ingeschakeld. Maar omdat mevrouw dus toch van een trap af is gevallen en op haar hoofd terecht is gekomen, hebben we een CT gemaakt. Daarbij had ze grote wonden ook in haar gelaat aan de linkerzijde. Dus vandaar dat we ook specifiek ook van het gelaat een CT hebben gemaakt om te kijken of daar breuken in te zien waren. Op de scan is geen hersenbloeding zichtbaar. Wel heeft mevrouw meerdere fracturen in haar gezicht. Maar dit is rechts naast het oog. Hier, de neus zit een breukje op. Achter het oog. En hier achter de wang. De sinus naast de neus is ook gebroken. Nog een keer. En hiervoor. Bij de wang. Het zijn hele kleine breuken, staan niet heel ver van elkaar af, dus ze hoeven niet geopereerd te worden. Mevrouw Geurts wordt opgenomen in het ziekenhuis. Ze wordt door een paar broeders naar de afdeling gebracht. Voordat ze gaat, neemt spoedeisende hulpverpleegkundige Roland nog even afscheid van haar. Het allerbeste, hè? Oké, graag gedaan, hè? Luc Dullens is motorambulanceverpleegkundige. Hij heeft zojuist een inzet gehad en moet direct door naar de volgende. Ja, er was iemand met hyperventilatieklachten die al meer dan een half uur bestonden. En mensen proberen het dan zelf op te lossen, maar dat lukt uiteindelijk niet. En dan gaan ze toch weer met 112 bellen om wat ondersteuning bij de ademhalingsoefeningen te krijgen. En dat is gelukt. Dus, in een extreem geval kun je medicatie toedienen. Maar dat wil je natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen. En medicatie toedienen staat in principe ook gelijk aan vervoer naar het ziekenhuis. Een motorambulance kan voor veel verschillende incidenten worden ingezet.
Een motorambulance verschilt dan ook niet veel met een reguliere ambulance. In principe zal ik wel zeggen, hebben wij bijna hetzelfde bij ons als de ambulance. Van zuurstof tot alle medicatie, tot noem maar op. Van kinderzaken tot hartaandoeningen, tot trauma's. Alleen hebben we alles maar een heel klein beetje bij ons. En wij kunnen niet vervoeren. Dat is de beperking van de motor. En in principe hebben we in deze tas de zogenaamde ABC-tas zitten. Hierin zitten eigenlijk alle spullen voor infuusmaterialen, zeg maar. Hierin zitten onze spullen van medicatie, zuurstof, spullen om te beademen, zeg maar. En aan de andere kant, daar hebben we met name onze hartbewakingsmonitor zitten. Waarmee we hartritme kunnen bekijken, hartfilmpjes kunnen maken, bloeddruk kunnen meten, zuurstof in het bloed kunnen meten. Ook dit is allemaal precies identiek zoals op de ambulance. Alleen zij hebben het allemaal veel meer bij zich, in grotere hoeveelheden. Wij kunnen gewoon precies hetzelfde als de ambulance. Alleen ja, iets minder lang. Ik heb spullen bij me voor een kwartier, 20 minuten te overbruggen. En vaak zijn de collega's er al dan. Nou, er zijn wel situaties waarbij je toch je collega wel mist. Het werk op de ambulance samen met een collega is leuk. Dat zorgt ervoor dat er een bepaalde dynamiek in het spel zit. En als je alleen bent, heb je toch redelijk wat beperkingen. Je kunt heel veel op willen starten, maar je hebt maar twee handen. Enige tijd later gaan we bij mevrouw Geurts kijken hoe het nu met haar gaat. Omdat mevrouw Geurts zelf niet meer de kelder in mag van haar familie, laat haar nicht zien waar ze gevallen is. En we vermoeden dat het vanaf hier, dat ze hier met haar hoofd tegenaan gegaan is en daar zo plat op de grond terechtgekomen. Daar ligt het bloed nog en daar staat de mand van de aardappelen nog. Dus dat is het vermoeden dat het zo gebeurd is. Dit had ik nooit verwacht, dat dit nog goed zou komen. Het was gewoon één bloedbad wat er zat helemaal. Het gezicht was onherkenbaar. Er was één, dit oog was kapot. Ja, het was geen plekje meer wat geen bloed was. Dus ja, dan schrik je als je binnenkomt. De herinnering staat haar nog levendig voor de geest. Mevrouw Geurts kan zich echter niks meer herinneren van wat er gebeurd is. Ik weet niet hoe ik gevallen ben. En hoe ik boven gekomen ben, weet ik ook niet. Het was op een woensdagmiddag. Toen belde een zus van tante Riek dan. En die belde mij en die zei van... God, zou je naar tante Riek willen gaan? Want die zegt dat ze gevallen is. Ja, en toen trof ik tante Riek hier dan boven aan. Een beetje de kluts kwijt. En ja, helemaal onder het bloed. En dat was wel even schrikken. Ondanks de schok heeft ze meteen een ambulance gebeld. Maar toen kwam het vervoer aan, dan moest ze naar beneden toe. Ja, goed, ze mocht dus niet meer in die zitstoel naar beneden... vanwege de bang waren voor nekblessure. Ja, en toen moest de raam eruit. Dus toen is de brandweer gekomen met de hoogwerker... en de raam is eruit gegaan. En ze is met de ambulance eigenlijk via de raam vervoerd. En dan zo naar beneden en zo de ziekenwagen in. Ja, en toen viel ze, weet ik, zelfs dat ik in het ziekenhuis lag... en in het ziekenhuis daar kwam. En toen die dokter de vinger gehecht had, dat weet ik ook nog. Maar voor de rest kan ik niet zeggen. Mevrouw Geurts heeft een week in het ziekenhuis gelegen... om bij te komen van de val. Daarna mocht ze weer naar huis. Verder konden ze eigenlijk niks, want ze hoefden niet geopereerd te worden. Het waren breuken die vanzelf zouden moeten helen. Dus een operatie zat er niet in. Vandaar dat ze eigenlijk ook heel vlug naar huis mocht. Eenmaal thuisgekomen ging het genezingsproces verder... Mevrouw Geurts heeft veel hulp gehad van de thuiszorg en haar familie. De eerste 14 dagen waren wel moeilijk. Maar daarna de hand, toen het eten weer beter ging... dat ze weer wat beter kon eten, toen kwam het eigenlijk toch weer op gang. Dus wat dat betreft zeggen wij, is het wonderbaarlijk vlug genezen allemaal. Dat je nou eraan kijkt, je ziet toch niks meer. En als je dan ziet hoe we het gevonden hebben, hoe ze er hier uitzag... dat je eigenlijk schrok, dat je denkt, jee, nog een toe, dit kan nooit meer goed komen. Dit is... Dan denk je, nou... Dat is een klein wondertje geschiet. Dus mijn opa zou zeggen, Marietje heeft haar geholpen. Inmiddels is mevrouw Geurts volledig genezen. In de toekomst zal ze wat voorzichtiger zijn. Ja, je bent wel een beetje... Kijk, wel een beetje meer... niet zo in het hoop van het kind dat het vertelt. Nee, ja, ik ben zeker voorzichtiger geworden. MMT-arts Lodewijk Poelhekke gaat met meneer De Groot mee... in de ambulance naar het ziekenhuis. De piloot en de MMT-verpleegkundige gaan alvast terug naar de Lifeliner 3.
Ik heb eerst even meegekeken met de eerste foto's die gemaakt zijn, omdat ik toch altijd wel geïnteresseerd ben of de letsels waarvan je denkt dat ze aanwezig zijn, hè, of die ook inderdaad kloppen met de onderzoeken die gedaan worden. Dat was in dit geval zo. En vervolgens is het dan noodzaak om zo snel mogelijk als team weer compleet te zijn. Femur en bekkenfractuur. Verder hebben ze vooralsnog geen letsels aan kunnen treffen bij de patiënt in het ziekenhuis. Maar hij zal nu nog door de CT-scan gaan om te kijken of er nog andere schade aan het lichaam is. Maar verder hebben we ons dan nu ook weer vrijgemeld en zijn we weer inzetbaar. It's clear on my side. Your right side. Als het team weer compleet is, neemt de MMT-arts contact op met de meldkamer. Lifeliner, geef bericht. Ja, Lifeliner 3 voor de meldkamer Apeldoorn. Wij gaan terug van Doetinchem naar Volkel en willen jullie bedanken voor de inzet in Doetinchem. U ook hartelijk bedankt voor uw inzet. We horen u graag een andere keer weer en goede vlucht terug. We hebben zojuist patiënt weggebracht. In het ziekenhuis in Doetinchem hebben ze hem verder onderzocht. De eerste waarnemingen waren in ieder geval dat hij inderdaad een gebroken bekken had en een gebroken bovenverbeen. Daar zal hij voor een groot deel daar in ieder geval verder aan geholpen worden en misschien ook wel verder uitbehandeld. Luc is onderweg terug naar de ambulancepost nadat hij verschillende inzetten heeft gehad. Onderweg wordt hij aangesproken door een ongeruste moeder. Wat je krijgt is dat mensen zien natuurlijk jou in je uniform rondrijden, zeg maar. En dat kindje was net met de straatoversteekje gevallen. En moeder maakte zich een beetje ongerust en vroeg of ik even wilde kijken. Kijk, maar hou ze heel even een klein beetje in de gaten. Als ze nou klaagt over hoofdpijn of zo, dan moet je heel even de huisarts bellen. Nou, oké. Dankjewel. Dag Melody. Zeg maar, doei. Dag. Tot ziens. Dag. Dank voor de ballon. Ja, hoi. En gelukkig was er echt helemaal niets aan de hand. Dat kan moeder heel goed zelf verder oplossen. Omdat hij alleen werkt op de motorambulance, is hij chauffeur en verpleegkundige tegelijk. En dat is vooral met het spoedrijden vrij intensief. Want je moet natuurlijk je moet gewoon op heel veel dingen letten, zeg maar. Je beweegt je vrij snel door het verkeer heen. Als motorzijnde ben je al wat minder zichtbaar dan zo'n grote ambulance. Ja, mensen weten vaak niet waar ze naartoe moeten op het moment dat iemand met voorrangstekens aankomt. En bij de kruispunten, zo, mensen van links en rechts, die horen wel een ambulance, maar weten bij God niet waar die vandaan komt. Dus je moet toch altijd bezig zijn met je eigen veiligheid. En dat is intensief. Wel heel leuk, maar arbeidsintensief. Ik zou geen 8-tot-5 baan willen hebben. Het ene moment heb je tijd om even een kop koffie te drinken. En vervolgens heb je gewoon de komende uren geen tijd om er iets te doen. En dan ga je echt van de een naar de andere melden. Een aantal maanden later zoeken we meneer De Groot thuis op. Hij weet nog precies hoe het ongeval gebeurd is. Hij was met collega's bezig met sloopwerkzaamheden van een silo. Ik zou aan de onderkant nog wat doen. Maar daar kreeg je de kans er niet voor, want ik was daar net aan de zijkant. En toen werd in één keer geroepen, hij valt. Maar dan ben je al te laat. Dat gaat zo gauw, dat ding dat staat daar. En het is wat 2 meter hoog. Dus die kwam in één keer opzij. Ja, het eerste idee wat je naartoe gaat, is gebeurd. Want je weet hoe zwaar zo'n ding is. Ja, toen lag ik daar en toen heb ik gelijk gezegd, of tenminste... Ik wist dat die jongen daar stond, van Mart... De heftruck. Want ik voelde steeds minder lucht. Omdat je lag onder het ding geperst. Ik denk, dat ding dan omhoog. Dan krijg ik ook wat meer lucht. En dat heeft hij ook gelijk gedaan. En toen hebben ze me eronder uitgetrokken. Ter plaatse wordt meneer De Groot onderzocht door het ambulancepersoneel en het mobiel medisch team. Hij heeft een bekkenfractuur en wordt in eerste instantie naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. Maar omdat zijn toestand ernstig verslechtert, wordt hij later met spoed naar het UMC Sint Radboud gebracht. Nou, daar heb ik 2,5 weken op intensive care gelegen. Dus je was eigenlijk helemaal... Je werd gewoon onder zeil gehouden. En na die tijd ben je dan pas bijgekomen, na die 2,5 week. Het was heel spannend dat de dokter elke keer zegt van... ja, het is erop of eronder. Meneer De Groot heeft veel steun gekregen van mensen om hem heen. Vooral zijn familie is erg belangrijk voor hem. Ze moesten toch elke keer meer dan een uur rijden. Maar iedere avond waren ze stevast op bezoek. Ja, dan lopen jou in bed beuren, hè?
Zo. Dat vond ik geweldig. Want je lag gewoon te luisteren in bed van hoe ik ze nou lopen. Of dat ze er weer komen. Dus, en dat de kleinkinderen kwamen. Voor het eerst, toen je helemaal weer goed bij was. Ja, dan mochten die ook komen. En dat was gelijk een heel groot feest. Ondanks dat meneer boven verwachting goed is hersteld, zijn de gevolgen van het ongeval nog wel merkbaar voor hem. Je merkt nog dat je niet volledig kan lopen, maar dat je niet het uithoudingsvermogen hebt wat je vroeger had. Want dan kon je de hele dag gewoon blijven lopen of je kon doen of wat ook. Maar je merkt nou gewoon dat je toch een stap terug moet doen. Dus maar echt pijn doet het niet, maar het is net een moe gevoel. Dus dat is het lange lopen wat je daar niet uit kan houden. Ja, dat je niet kan werken, dat vind ik het ergste. Kijk, dit jaar word ik al 64. Dus ja, dan is nog een jaar dan je pensioen. Meneer De Groot beseft dat hij ontzettend veel geluk heeft gehad. Maar terugdenken aan het ongeval doet hij liever niet. Als het eenmaal wat geweest is, dat komt toch niet terug. Dat kun je toch niet terugbrengen. Dus ik zeg, ik wil alleen maar vooruitkijken. Want ook die traumaarts waar je dan op controle komt, die zit gewoon te lachen als je daar binnen komt lopen. En dan zeg je van ja, waarom lach je dan? Ja, dan zit hij maar, dan moet je bedenken dat jij 4 juni was je er niet eens meer. Hij zegt, en nou kom je hier lopend binnen. Ik zeg, nou ja, ik geloof dat het zo houden dan. Ik zeg, dat geluk heb ik ieder geval.